Oh, ja. Hebben ze wel servetjes? Ik hoop het. Oh, het is ook echt warm nog. Heb je al, staat heel aan? Ja. Oh. Oké, okay, moeten we even laten zien. Wat is dit dan? Met twee. Oh, dat zijn er twee halve burgers. Oh, dat is handig. Maar het lijkt wel één burger, alle twee. Ja. Nee. Nee, dit was zo mooi moment. Ik zit zo, wow. Het staat helemaal niet aan. Oh, oké, okay, maar we moeten even alles wel. Ja, ik had het ook proeven. Het is echt warm. Ja, waar moet dit dan? Ja, oh, deze... wacht. Die sauza moeten we even anders doen. Echt een hele bak cheese. Die moet er gewoon tussen nog. En dan die saus, die zetten we wel ver ja. op. Nou, dit is toch... Kijk bij jou. Wat is dit dan weer voor grap? Wacht. Kijk. Ik wil je ook wel een fotootje van schieten aan. Ja, ze zijn... Het is nu niet zo'n mooi burger meer. Nee. Hij daarom zei hij al, zo, jullie hebben honger. Oeh, kijk, niet snap ik hè. Dat je dat hij door de midden gesneden. Ja, dat is echt niet normaal. Anders had je niet kunnen eten. Ja, dan had ik al vanaf moeten eten, maar... Oké, okay, 3, 2, 1, eten! Oh jongens, nou, wij hebben dus bij Fab Fils eten gehaald. Het is niet normaal. We kunnen beter die kaasding in het midden leggen, want anders moesten we daar zo hard mee. Deze kan een beetje hier. Oké, okay, ik ga het uitleggen. We hebben een Big Belly burger. Ik wist niet dat er 4 burgers zaten. Nee, dat wisten wij niet eens. Maar ja, boeien. Maar het is, kaas, wel, het is wel lekker. Bacon. Zo, ik nee, kan niet wachten om dit te eten. Ik ook niet. Dan hebben we mozzarella sticks en onion rings. Voor de mensen die fastfoods niet kennen, het is een soort Amerikaans fastfood met echt. Ja, en zo ziet het er ook uit. Ja. Die zaak ziet er ook echt zo van zo streetfood. Echt leuk. Ja, heel lekker. Ja. Dan hebben we de bacon cheese fries en de teriyaki, honey teriyaki? Ja, dat zijn die honey teriyaki wings. En dan deze nog, welke was dit nou? Dit is Philly cheesesteak fries. Nou, er zit er gewoon friet met ribeye vlees eroverheen en kaas. Echt super lekker. En we hebben nog een bakje met kaas met dippen. En nog een ander sausje. Ranch. Gewoon voor de afwisseling. Is deze lekker dan? Ja, volgens mij wel. Een soort... Zal die in die... Geef maar. Ja. Ik gooi wel van die kaas. Ik zal nog weer kaas in mijn haar te smeren volgens mij. Oh. Ik kan het zeggen, mijn tasje zit daar toch niet onder. Want daar zit mijn telefoon in voor die kaas. Nou, ik weet niet. We zullen eerst gewoon alles proeven. Ik hoef niet eens even een vraag. Ja, ik moet echt gewoon... even eten. Waar gaan we mee beginnen? Ja, deze hangt er al in. Ik ga even eentje nemen. Oké, ik ga wat was dit? Mozzarella steak. Ik ga een onion ring in de kaas. Mmm. Mmm. Deze is echt heel... Die saus is goed. Ja? Ja, lekker. Een beetje zuurig, maar weer iets heel anders dan die kaas. Mmm. Mm. Een soort van... Ja. Wat is het voor saus? Is die kaas lekker? Knoflooksaus, maar dan niet knoflook. Nee. Een beetje aioli-achtig of zo. Ja. Heel lekker. Oh, die kaassaus. Mmm. Dat is toch een droom? Ja, dit is gewoon je droom. Mm-hmm. In ieder geval als je mukbangs kijkt, dit is mijn droom. Ik wil ook deze proeven, die friet. Hier ben ik echt benieuwd naar. Dit heb ik dus nog nooit op. Maar ja, hoe ga je dit? Hoe ga je die? Hoe pak je dat vlees vast dan? Zit er geen mes en vork bij? Nee. Ja, moet je dit gewoon met je vingers zo pakken? Ja, dan moeten we maar. Ja, dat vind ik ook niet erg, maar. Met al die saus. Oh. Dat gaat bijna niet. Mm. Alsof ze zo'n klein prikkertje hadden gegeven. Ja. Dat vind ik er echt niet in. Dat is toch raar? Hoe eet je dit ooit? Ja, je moet echt helemaal zo. Mmm. Ik vind het echt fucking lekker. Dat het is een beetje pittig ook. Ja. Zo. Ik kan het. Sorry. Nee. Op je jurkje. Wist wel wat er zou gebeuren. Als ik wist dat we dit gingen filmen, dit was echt te random namelijk. Ja, dat is een heel spontane actie. Nou, als we dit wisten, hadden we wel even een beetje voorbereid. Ja, oké. Okay. Nu wil... Ja. Nu al oranje. Nu hebben we... Nu wil ik de bacon voor ijsprima. Ik denk dat ze in principe wel een soort van... Mmm. Wat? Ik hap erin en er spuit er een partijtje saus uit om jou. Nee, maar gewoon wat hierin zit. Oh, van het sap. Oh, dit is lekker ook hoor, Nien. Mijn neus. Ja? Nou,
Mmm. Alles was lekker. We hebben ook weer veel te veel gedaan. Ja. Maar dat was leuk weer een video. Ja. Dit is toch fucking goed. Ja. Ik kon dit dus helemaal niet. Nee. Maar ja, ik ken het van Instagram. Ik zie dat voorbij komen. Huh? Rijdt er nou echt een tram voor die? Ja. Wel makkelijke busverbindingen. We hebben het trouwens gehad bij de Westfield Mall. Echt heel leuk daar. Leuk joh. Ja, ik denk, als je er ooit bent geweest. Zit dus aan de buitenkant die vet en veel. Wij konden het niet vinden. Dit is dat we een briefje zagen. Ja. Anders waren we nooit achtergekomen. Nee, het briefje lag daar. Toen, ja. Dat bracht ons een beetje op ideeën aan. Maar ze hebben er echt alles. Ik vond het echt geweldig daar. Als je er niet bent geweest, aanraden. Nee. Lekker. Ik ga die burger brengen hoor, Saar. Cheesepoel. Ja. Dit is echt goddelijk. Zo. Lekker? Waar heb je nog meer zitten dan? Ja, in Amsterdam. En ik zou hier nooit op gekomen. Rotterdam misschien. Een beetje de grootste steden. Dit werd een beetje bekend sinds corona volgens mij. Toen zag ik heel... Dit is niet normaal. Deze burger is gewoon 4 laags. Hij is heel lekker. Die kaas is zo lekker erin. Het is allemaal zo lekker cheesy. Oh, het is zo cheesy allemaal. Wij zeggen echt zo, ja, we willen de Big Belly. Hij zegt, zo, je hebt honger. Dus hij zegt echt. Wij dachten van, het is gewoon een burger. Dit is echt maar het eerste wat we bestellen. Ja, dat bij het eerste wat we bestellen, zei hij al. Zo, jullie hebben honger. Maar nu snap ik wel waarom. Ja. Kijk dit. Je hoeft hem ook niet meer in de kaas te dopen of zo. Nee. Dat doe ik normaal wel met mijn McDonald's lekker burger. Vlees. Ja. Mackie dip kwam 100 keer in de saus zo droog. Ja. Maar Taco Bell zit hier toch ook dichtbij? Bij Den Haag, Taco Bell? Vroeger in Rotterdam. En verder heel erg in het noorden van Nederland. Of het zuiden bedoel je? Zuiden? En Brabant en zo. Nee, kijk dit. Zo cheese, holy moly. Ik heb echt wel honger. Ik denk dat ik best wel veel krijg hoor. Ja. Ik ook. Ik dacht dat we daar echt gingen eten. Ja. Dacht ik ook. Maar we hadden gewoon een hapje. Ja, echt een cupcake. Terwijl die best wel aan. Er zit echt een wimper hier onder je oog. Nee. Dat is echt wel. Ja, echt niet eten. Ik ga kijken of er een vraag is gesteld. Ja. Ik ben benieuwd. Oh, we hebben nog geen wing op. Nee. Wing wing. Wing wing. Wing wing. Wing 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 wing. Morgen ga ik weer McDonald's McBank opnemen. Oh my god, ik ga mijn leven. Oh, echt? Maar morgen gaan we ook sporten. Ja, dat is waar. Dus. Dat is een goede. Niemand zegt die triple burger. Oh, nou, too late. Oh, die hebben we niet genomen. Nee, we hebben de burger. Kijk dan. Alles ziet er lekker uit. Het is gevaarlijk. Ja. Wat zou je willen zijn als je niet jezelf was? Realistisch en dus geen Beyoncé of zo. Wie zou je willen zijn? Wat? Ja, denk wie. Wat staat ja, er? Wie zou je willen zijn? Maar wel realistisch dus. Ja. Zo. Oeh. Dus dan misschien gewoon in je omgeving of zo. Ik heb niemand in mijn omgeving nu dat denk. Die daar wil ik echt zijn. Tegenop. Nee. Maar inderdaad wel grote celebrities. Dat denk ik van, dat zou ik echt wel hoe zou het leven zijn? Hoe zou een leven van inderdaad Beyoncé zijn zo? Nou, ik denk, best kut. Je kan helemaal niks. Je kan helemaal niks. Je moet alleen maar werken. Ja. Je kan nergens normaal heen. Maar dat is ook kut hoor. Je kent gewoon niet het normale leven meer. Nee. Maar als je kijkt naar Justin Bieber, die is zo jong bekend geworden. Die heeft gewoon geen leven gehad. Zoals. Geen leven gehad. Gewoon niet kunnen lopen over de straat. Nee. Helemaal niks. Maar dat was niet de vraag. Maar wie zijn we zijn? Ja, misschien mijn vriend. Oh, dat is een goeie. Dat is een goeie. Jij, Daan en ik, Stan. Ja. Hoe hun denken. Ik zou zo graag willen weten hoe hij een keer denkt. Soms snap ik namelijk niks meer van. Nee. Wat er in hun hoofd omgaat. Ja. Gewoon überhaupt een jongenshoofd. Maar ja, een jongensbrein. Ja. Maar ook gewoon een jongenslichaam. Ja. Ja. Staan, plassen en zo. Alles proberen.
Ja. Viel wat? Nee, het viel in de bak. Oh. En om jezelf te zien. Ja, hoe kijk je naar ons? Ja, hoe maar ben ook, ik? Dan wil ik ook zien hoe ik ben naar hem. Ja. Hoe ik praat en hoe hij dan over mij denkt. Ja, ik ben er ook wel benieuwd naar. Ook al weet je dat wel een soort, maar tuurlijk. Ook weer, ze denken toch altijd meer dan dat je, dan dat je weet. Of gewoon iets van een, ja, de burgemeester of zo, nee. Nee. Ik weet niet. Ik ken mijn burgemeester wel, maar. Mijn moeder. Ja? Nee. Maar mijn moeder is precies mij, dus dan ben ik gewoon in mezelfde leven. Maar dan in het oud. Oh. Of nee, ik heb het gevoel dat ik nog op iets ga komen. Gewoon van een. Iemand die echt een vet coole baan heeft of zo. Oh ja. Gewoon piloten of zo. Weet je wel, dat je dat een keer meemaakt vanuit het vliegtuig. Ja. Gaat omdat ik dat heel leuk vind, natuurlijk. Ja. Of. Ja, verder heb ik eigenlijk niks. Ik heb niet iemand in mijn omgeving, maar naast of zo. Want ik denk van die baan of zo. Wie is iemand die een hele gave baan heeft? Ken ik niet echt. Ja, ik heb helemaal kaas. Als ik denk aan een gave baan, denk ik gewoon aan weet ik, een piloot of zo. Of een beetje een uitdagende baan. Ja. Oh, kijk die saus hierop. Ja, het is ook echt honingsaus. Het is niet normaal. Lekker? Ja. Heel lekker. Beter deze genomen. Ja. Goed dat we het gevraagd hebben. Want hij zei, je moet die andere niet nemen. Wij hebben echt alles gevraagd. Ja. Wat moeten we nemen van dit? Wat moeten we nemen van dit? Welke burger is het lekkerst? Ja. Wat raden jullie aan? En als je wel een celebrity mocht kiezen? Zo. Zou ik niet weten. Ik heb geen celebrity crush. Of niet? Crush niet, maar... Ik heb ook geen celebrity crush. Misschien Kylie Jenner dan of zo. Oh ja, dat heb ik nog niet aan gedacht. Ik heb meer bij de zangeressen. En zo'n mega bedrijf. Of Kendall, dat je dan over zo'n model. Victoria's Secret model bent. En dan zo'n podium loopt en iedereen. Oh. Oh, trauma, dit is mijn wekker. Ik kan hem niet uittikken nu hoor. Oh, nu heb ik hem geslijmerd. Nou. Komt u zo weer? Ja, ik doe hem zo uit. Oh. Ja. Ik denk dat wel, het is wel goed om tegen iemand op te kijken, maar je moet niet daarin doorslaan. Nee. Je bent zelf gewoon perfect zoals je bent, toch? Ja. Je moet gewoon blij zijn met jezelf. En dan... Je moet inderdaad ook gewoon dankbaar zijn dat je niet zo'n leven hebt als... Nee. Ik heb wel money's natuurlijk, maar het is niet dat je het nou heel leuk maar hebt. Maar dat je dan per se gelukkig bent, dat zegt het niet hoor. Vooral dat... Wij waren net weer de weg kwijt. Oh, oh ja. Gelijk Anne gefacetimed. Normaal zijn we altijd met Anne. En Anne die is echt een soort moeder. In ieder geval, nee, ze is totaal niet de moeder van de groep, maar zij is wel die dingen onthoudt. Zij weet gewoon waar we staan met parkeren. Ze maakt daar foto's van. Als er iets is, zeg maar Anne weer helpen. Ja. Anne is gewoon echt zo'n liever. Anne is, heeft gewoon haar zaak op orde of zo. Zij snapt dat gewoon. En wij zijn de kop. Ja, wij zijn de kips van de kop. Oh, hier parkeren. Je hebt 5 parkeerplaatsen hier. Dus wij staan echt van. Waar stonden we eigenlijk? Ja, P1 of P2, ik weet nog steeds niet. We stonden dus ergens bij een P. En je hebt P1 tot met P5. Ja. En op een gegeven moment hebben wij dat eten in onze hand. Zeggen we, waar moet wij nou staan? Staan we voor? Een moment, alsjeblieft. Wat zegt u? Hé, de radio zit ook al eens aan, hè? Nee. Ja, maar niet hard, gelukkig. Nee, heb je dat u kunt radio en media. Oh, nou, ik vind het niet veel. Oh, wat. Ik kan echt niet. Oh, wat, dat is wel heel erg. Ja. Misschien hadden mensen het helemaal niet. Het was gewoon zo'n leuk achtergrondmuziek. Ja, misschien is het voor iemand gewoon lekker, weet je wel. Maar meestal doe ik er zelf een achtergrondmuziekje achter. Dat hoor je niet veel. Nee, joh. Maar wij meteen Anne FaceTime, Anne helpen, mis je, we weten niet waar we heen moeten. Dus Anne denkt ook, wat de fuck moet ik hiermee, want ik weet het ook niet. Ik ben niet. Zeg maar helemaal niet hier. Ja. Maar Anne is echt zeg maar... We stonden in die lift. Stonden in de lift. Mm-hmm. Op begane grond en hij kwam alleen omhoog, naar 1. Heel erg die lift is, daar fucking veel mensen. Dus wij zijn zo, klik op 0. Of 0. Op een gegeven moment, kijk elkaar. Nee, die deur gaat maar niet dicht. Nee, hij gaat maar niet weg. Nee. Iedereen moet naar beneden. En die mensen zitten wachten. En wij staan kijken van wat zijn we aan het doen.
Dus ja. Wij op een gegeven moment, oh my god, we staan op nul. Want ik wist gewoon dat het op nul stond en dat het boven ons verdieping zat. Hey, Steppie. Die is gelijk op de step hierheen. Ja. Van mijn levensgenieten. Waar is mijn drinken? Ik ben aan het zoeken, maar ik heb niet meer onder verstopt natuurlijk. Zo. Deze kaasflex in je man. Ik heb echt glijdt gewoon uit mijn hand. Plakhanden. Ja, het is echt. Ik vind altijd chillen van die citroendoekjes erbij doen. Ja, dat had wel gemoeten eigenlijk. Nee, met nagels, het gaat niet. Nee, maar ook met die gladde handen. Kut dit. Maar het was zo awkward. Dus wij rennen echt die lift uit en mensen zitten ons echt zo na te kijken van wat zijn we aan het doen. Snel rennen, gewoon met allemaal facetimen. Gewoon die trap op, kun jij hem ook krijgen. Ja. Je hebt ook van die lekkere vingers. Ja. Het zit ook lekker pitant. Oh nee. Ja, ik heb hem bijna. Ja, dit soort momenten hebben we allemaal nodig. Dit, ja. Hij heeft me al geholpen. Ja. Top. Maar we redden het wel. Samen. Joh, we zijn geen gewone, maar met Anne was het wel gewoon allemaal soepeler. Het is toch altijd, als we parkeren, parkeert Anne. Ja, dan zegt Anne. Ja, omdat Anne rijdt meestal. En ja, en dan zeggen we van, waar stonden we nou? En zeggen Anne, oh, ik heb er een foto van gemaakt. Daar zou ik nooit over nadenken. Nee. Foto. Maar niet gezien, die foto. En ook zoeken naar dat event, al een Babyliss event. Wij zoeken en zoeken en ik kon het maar niet vinden. Toen zeiden we al, Anne die had het meteen gevonden. Ja. Wij kijken niet. Nee, maar hallo, we zijn 3 keer langs gelopen. Hoe konden we het niet zien? Ja. Ja, maar wij zijn ook wel, wij praten ook heel veel, hè? Mm-hmm. Dus wij lopen altijd. Wij zitten helemaal in onze eigen bubbel. Ja. We zitten helemaal te praten. Over het leven. Staan we ergens, denken we. We hebben elkaar 4 dagen geleden nog gezien. Ja. Okay. We hadden alles te vertellen en op een gegeven moment denken we zijn al 10 minuten voorbij gegaan. Ja. Ik ga even met die burger. Oh ja, kutties. Die sneert. Ja, we spreken elkaar zo wat bijna elke dag. Zo, nou, eigenlijk elke dag zo. Okay, we spreken elkaar wel elke dag, ja. En dan denk je, ja, het houdt maar niet op. Ook in die auto, het ging maar door. En dan, ja, wij zijn ook echt iemand die dan. Stel, we zaten niet op de navigatie rijden, nou, dan belanden echt ergens in Duitsland. Ja. We hebben ook gewoon in die best veel mal gelopen met navigatie. Ik voel me echt sukkel, ik weet niet meer mensen dit doen. Maar echt. What the fuck. Ja, maar ja, maar wij zijn letterlijk straten daar. Het is gewoon die kant. Weet ik van waar ik heen moet. Wat een grap. Oh. Maar wat zochten we nou op dan? Toen we naar die Babyliss op gingen dan. Wat hebben we ook naar gehad? Niet. We hebben gewoon Babyliss hebben opgezocht en dit. Maar, en dit niet gevonden. Babyliss kan je toch niet opzoeken, want het is toch niet de bepaalde plaats. Ja, ik vind het wel gek, dat we niet vonden. Nee. Echt, nou, ja, het staat helemaal nergens op. We hebben nog een leuke vraag. Nou. Zal ik even kijken voor je? Ja, huh? Mmm. Weet je dat ook? Zo. Het komt gewoon dat wij heel erg hetzelfde zijn. We horen jouw stem. Zo, ik ben heel andere stem. Dat is waar. Ja, nou. Oh, ik zweet me dood. Oh, er zijn echt maar 3 vragen. Nee. Niemand was leuk of zo. Wat zijn wel leuke vragen? Nou, de ene hebben we al beantwoord. Is. Oh, dit vind ik echt best wel een leuke vraag. Oh. Wat is iets. Je duikt echt in dat eten. Ja, oké, okay, ga verder. Wat is iets wat jullie echt van elkaar willen weten? Want wat is er, is wij, er iets wat, ik, wat wij überhaupt bijna niet van elkaar weten? Ik denk wat ik niet van jou weet. Of wat je zou willen weten? Nou ja, ik ken jouw jeugdgedeelte bijvoorbeeld niet. Nee. Ik ken jou echt vanaf deze aantal jaar. Ja. Deze aantal jaren. Ja. Maar. Aantal jaar. Soms zeg ik wel denk ik, zeg ik van lullen joh. Ik wil eigenlijk gewoon zeggen deze aantal maanden. Afgelopen jaar. Afgelopen. Ja, we kennen elkaar wel sinds. 14 of zo, maar niet. Ja, goed. Ik had wel willen weten, misschien. Ja, hoe jij vroeger was of zo. Met je broer ook in huis, ja. En zo. Dat ken ik allemaal niet, dat gedeelte. Maar niet per se dat ik daar ook heel nieuwsgierig. Niet per se dat ik dat moet weten of zo. Nee. Maar gewoon. Ja. Dat is het eerste wat ik niet van jou weet. Ja. Wat weet ik voor de rest niet van jou? Want ik weet nu echt. Nu weet je alles. Alles. Gewoon dag in dag uit. Ja. En jij van mij. Oh, ik vind het ook wel leuk hoe jij. Nee. Ik wil zeggen, ik vind het ook wel leuk.
Ik doe mijn handen voor mijn ogen. Oh, mijn stuk is tussen mijn tanden. Ik stik er bijna, hè? Nee. Ik maar lachen. Ja, bijna weer. Oké, wat wil je zeggen? Nee, ik wil... Het is zo goud. Waarom krijg je nou mijn slappe lach? Ja, ik heb het gewoon... Waarom stopt het dan niet eventjes? Ik ben ook al 5 keer naar voren gebukt uit die camera. Nee. Je deed zo. Moet je dit horen? We filmen al 24 minuten. Ik dacht even mijn eigen gedaan. 5 minuten dacht ik echt. We hebben maar 3 frietjes op. Nee, ik dacht echt oprecht dat we 10 minuten filmden. Ik had het niet verwacht. Oké, maar wat wou je zeggen? Nee, verstoppen nu. Ik wou zeggen, op werkgebied qua hoe jij op school zat, vind ik ook wel leuk. Ja. Maar, dat weten we ook niet van elkaar. Je weet ook niet hoe het was op stage en zo. Dat soort dingen. Maar, dat staat nergens op. Ik zie jou natuurlijk altijd... Ik zie jou natuurlijk altijd werken. Ja. Gewoon qua vloggen natuurlijk. Ja. Dus, ik weet eigenlijk gewoon hoe je bent op zakelijk gebied. Nou, ik ken jou niet single. Maar ik denk dat het niet... Die, dat ken jij niet nee. van mij. Nee. Want goed, tijden met Bo en zo. Ja. Nee, ja. Dat is ook zo, ja. Maar ik was ook single best wel jonge leeftijd. Ja, ik bedoel, dat was denk ik misschien ook meer leeftijd. Ja. Want als zou jij single zijn, zou jij nu echt niet heel anders zijn. Nee, joh. Ik hou echt wel eens... Maar ik had toen ook niet heel veel gekke dingen gedaan. Mm. Ja, meer gekke dingen qua feestjes en waar ik heen ging. Beetje rare groepen. Beetje gekkigheid opzoeken, weet je wel. Maar... Ja, zit wat op mijn neus? Oh, een scrotje. Nou, een beetje gekkigheid opzoeken, een beetje het fouten, maar... Meer per se nieuwsgierigheid. Verlagen of zo. Om mijn zelfrespect bij te raken. Nee, dat zeker niet. Ik was altijd heel bang om dat... Ik was altijd heel bang om dat te verliezen of zo. Als, als ik dan iets deed, dat dan... dat van heel veel mensen zou horen of zo van, wat fuck heb jij gedaan? Dus ik was altijd heel erg aan het oppassen. Ja. Ik had het zo erg gevonden als iemand over mij ging praten, heb ik nog steeds. Maar toen wel meer denk ik. Toen nog meer. Dat ik dacht van, oh, ik wil gewoon niet raar gevonden worden ofzo. Ja. Maar ik heb een heel lange relatie, dus het is niet dat er rare verhalen over mij rondgaan. Nee. Het is wel nu. Nee, het was helemaal toppie. Heb jij dat niet? Dat je gewoon denkt van, het gaat allemaal lekker. Ja. Het is gewoon lekker, als je relatie hebt, gewoon alles lekker. Zo chill, gewoon. Zo relaxed. Maar niemand dat komt ook in wat voor bij relatie wij zitten, hè? Ja, maar waarom? Ik hoor ook meiden die zitten juist in een relatie. Je hoort alleen maar gezeik op gezeik op gezeik op gezeik. Dat je denkt, waarom kap jij er niet gewoon mee? Dat snap inderdaad, ik niet. Of dat... Inderdaad. Want, of gewoon niet loyaal aan elkaar zijn. Of weet je wel, maar ik heb gewoon, wij hebben het gewoon heel stabiel. Dus dat is zo lekker. Je hoeft als er iets wordt geluld, geen stress. Als er iets wordt geluld, weet je... Oh, de auto valt uit. Ja, omdat het lang stilstaat. Dat is in principe geen probleem, toch? Nee. Oh. Dat is... Gewoon toch? Ja, hoef geen niks aan. Nee. Maar dat als er iets gezegd wordt over ons, dan wel van onszelf weten van, het is toch niet waar? En we weten ook gelijk dat onze vriend weet het niet waar is. Dus het boeit niet. Nee. Er is geen stress op dat gebied. Dat vind ik zo. En andersom ook. Mm-hmm. Dus, Oké, even kijken, Een nieuwe vraag bezig. Ik weet de vraag niet eens meer. De vraag was of er iets van, of er iets was wat van elkaar... niet wisten of zouden willen weten of zo. Mm. Ja, jouw singletijd ken ik wel. Ja. Ja, me ontmoeten in mijn singletijd. Ja, gewoon echt goed ontmoet, zeg maar. Jouw jeugd of zo. Ja. Zou ik wel interessant vinden. Heb je niet leuke filmpjes van vroeger? Niet op mijn telefoon. Echt schattig klein staartje. Maar gewoon van zo'n camera, een videocamera. Ja, ja. Die vroeg toch altijd. Ja, heel veel. Kun je wel een keer kijken. Dat is wel leuk. Ja. Want jouw broer kijkt nu ook als een volwassen iemand. Ja. Terwijl, die is ook gewoon jouw broer. Ja. Klopt. Nou. Ja, de laatste vraag. Hoe kan het er nou weer 3 zijn? Normaal heb ik echt vragen. Ja, ik vind het ook wel een beetje... Misschien komt het door de tijd. Beetje balen. Kijk, hij is ook niet vaak bekeken. Biggest turn on. Nee, ik heb het natuurlijk ook niet. Dus dat is, wat is... On, dat is dus wat je leuk vindt. Ja, wat je wel leuk vindt. Ja. Biggest turn off is zeg maar... Gewoon aan een jongen aantrekkelijk of zo. Ja. Wat vind je, wat is op het eerste gezicht dat je denkt, ja dat vind ik het belangrijkste. Verzorgd. Ja. Gewoon verzorgd. En je merkt dat een beetje iemand... spontaan gezellig gewoon. Ja. Qua uiterlijk verzorgd en qua innerlijk spontaan. Ja. Niet dat je tegen iemand staat te praten en hij echt uit de hoogte staat te doen of cool doen. Of... Nee, gewoon lekker een beetje bescheiden. Ja. Een beetje alles een gangetje laten gaan. Niet
iemand die heel, heel aardig is, heel zorgzaam is, vind ik ook leuk. Ja. Gewoon humor heeft, waar je een beetje mee kan lachen. Ja. Maar ja, dat zijn ook wel een beetje de standaard dingen natuurlijk. Ja. Maar qua uiterlijk vind ik, boeit mij niet zo hoe een jongen echt eruit ziet. Ik hoef echt geen, echt geen perfecte neus, perfecte dit of zo. Maar gewoon, als iemand dus gewoon een leuke uitstraling heeft en ervoor zorgt uit of lekker ruikt, dan kan het al heel snel zijn dat je denkt van, oh. Het hoeft echt niet de knapste van de knapste van de knapste. Dat zijn mensen ook echt patsers en zo vol van zichzelf. Ja, ik vind helemaal niks. Nee, vind ik ook helemaal niks. Mm. Nou, nee. Sowieso een lekker luchtje of zo. Oh. Nou, daar heb ik een leuk feitje. Mm. Ik was gisteren bij Anna. Mm-hmm. Zo'n meisje in mijn klas. En zij werkt nu bij een bedrijf met allemaal luchtjes, met alle luxe parfum en zo. Ja. Maar toen zei ze van een feitje wat ze had geleerd op de werf van, bij jezelf ruik je je eigen luchtje op een gegeven moment niet meer, toch? Nee. Dus dan denk je, ik ga het erbij sprayen, want ik ruik het niet meer. Ja. God, waarom werkt dat luchtje nou niet? Mm-hmm. Maar dat komt dus dat je op een gegeven moment je neusklep, je eigen luchtje soort wegdoen. Zodat je bijvoorbeeld verkeerd eten of gevaar in vuur wel ruikt. Dat is een trit dan in jezelf, dat je op een gegeven moment je eigen luchtje niet meer ruikt. Het wordt waarschijnlijk ook wel minder, maar je ruikt het sluit het soort af op een gegeven moment als je lange tijd dezelfde geur ruikt. Om dus gevaren te herkennen, bijvoorbeeld bedorven eten, dat je kan ruiken. Wat bijzonder dat je lichaam dat soort vanuit jezelf doet. Toch veiligheid. Ja. En hetgeen waarom je... Maar het klinkt ook logisch. Ja. Want bij een ander ruik je het wel altijd. Ja, maar ik vind het zo bizar. Ik heb ook het gevoel van, ik ruik niet lekker. Ja. Terwijl je hebt je vol zitten spuiten met parfum. En dan doe ik inderdaad altijd nog een spreetje bij hem. Dan denk je van, nu ben ik weer fris. Ja. Terwijl mensen ruiken het gewoon makkelijk. En te veel is eigenlijk ook niet lekker. Nee, dat zijn ze ook. En te veel wordt juist helemaal niet lekker. Nee, wordt het alleen maar viezer. Klopt. En ze zei ook dat, ik zei van, ja, maar ik vind mannengeurtjes wat veel lekkerder, weet je, als vrouwengeurtjes. Mm-hmm. En toen zei ze van, het komt dat je, omdat jij op mannen valt, en de mannen doen ze bepaalde mannelijke, doen ze geuren waar vrouwen, zeg maar, zich aangetrokken te voelen. Mm-hmm. Dus daarom vind je als vrouw een mannengeur zo lekker ruiken. Omdat je daaraan omdat ze aangetrokken dat maken om vrouwen aan te trekken. De bepaalde geuren zitten, wij denken van, oh yeah. Ja. Yeah. Want als een man bij een man en hij valt op vrouw denkt, dan denkt hij echt niet van, oh, lekker geurtje. Nee. Dat ze dat bij vrouwen parfum veel meer hebben. Klinkt ook wel logisch, want je valt natuurlijk dan, ja, wij vallen dan op mannen. Dus dan, als dat luchtje lekker is, dan, mannenluchtje strekt ons gewoon aan. Maar, ik vind mannenluchtje zo intens lekker. Dat was gewoon, ik snap het niet, hoe dat het gewoon zo, het geeft me zo'n chill gevoel. Ja, nou echt, als ik dat ruik, maar dan zit ik zo op mijn gewoon even pauzetje aan. Ik zit wel aardig vol al. Het is echt wel... Ja, heb jij die... Oh, je zit hij daaronder. Ik denk, je wel? Nee. Denk, oh. Ik vind deze heel lekker. Wat vind je het lekkerst? Lekkerst vind ik... Of deze, qua smaak. Ja. Maar die onion rings met die kaas vind ik heel goed. Die vond ik ook heel lekker. De tegenvaller vind ik een van deze twee. Ja. Maar ik weet niet zo goed welke. De frietjes vind ik het minst, eigenlijk. Mm-hmm. Er zit minst smaak aan, denk ik. Deze zit heel veel smaak aan. Ja, maar daar proef je echt dat hij gemarineerd is gewoon. Mm-hmm. Dat vind ik zo lekker. En de burger vind ik gewoon te veel vlees eigenlijk. Maar ja, het overheerst een soort van de rest. Ja, maar wel lekker. Is dat de bioscoop? Wat? Zit die bioscoop gewoon daar binnenin? Ja? Waar zie je die dan? Nee, hier zie je bioscoop. Dat is een tijdje daar. Hier, zie je dat best? Ja, dat kan ik toch niet lezen. Oh nee, dat kan jij niet lezen. Ik kan, nu als ik het op mijn ogen knijp, kan ik het lezen. Je weet toch dat witte wat daar staat? Maar waar is dan die bioscoop? Vraag me dan af. Dat weet ik ook niet. Wat kan toch daar niet binnen? Weet je hoe groot een bioscoop is? Ik denk... Nou, weet je hoe groot dit ding is? Nou, waarom? Ik denk dat er echt een zieke bioscoop in zit. Mm-hmm. Oh, dat wil ik ook kijken. Ze doen niet heel klein hoor. Alles is hier gewoon groot en uitgebreid. Ik denk dat het echt zo'n zieke bioscoop is. Je denkt, wow. Mm-hmm. Als er mensen zijn die naar de Westfield Mall zijn geweest en een bioscoop daar, let me know. Let me know of het een leuke bioscoop is. Dan gaan we gewoon met de boyfriend zien. Ja. Die ene film is uit, hè? Die nieuwe van After. Echt? After we... Kalei of zo. Ja, maar dan heeft het nu een andere naam. Ja. Met dezelfde spelers. Niet dat ik die eerste twee heb gekeken, maar... Ik heb dat niet eens gekeken. Ik heb er één keer één gezien met Isabel, volgens mij. Ja, maar Isabel was echt helemaal gek. Ja, Isabel was helemaal gek van die... Hoe heet hij ook weer, joh? Weet ik niet. Nou, zij was gewoon helemaal geobsessed. Ja, maar ook gewoon echt geobsedeerd.
Maar het is ook geen lelijke jongen. Ja, ja. Mm. Hij is niet lelijk, maar het is niet dat ik dacht van, ik word echt heel warm of koud van. Maar, maar omdat komt misschien dat ik die films niet gezien heb. Hè? Als ik die films zie, dan kijk ik heel anders naar een persoon. Thuis die film ik het ook niet. Kijk je naar Outer Banks? Ik vind haar zo knap. Niet normaal. Het is echt mijn favoriete serie. Ik vind haar zo knap. Ik weet niet wat ik aan... Ik vind haar zo knap. Ben je al klaar? Nee. Ik ben bij aflevering... Nou, ik ben al bij aflevering 4. Heb ik in één dag gekeken. Ja. Ik wacht op Daan, maar die wil het niet zien. Die kijkt niet door. Ja, dat had ik ook met Stan. Ik was mee gestopt. We hadden één aflevering samen gekeken. En dan had hij aflevering 2 echt 10 minuten gekeken. En ik heb daarna in één week alles uitgekeken. Ja, ik ga toch maar doorkijken, denk ik. Ja. Ik het is het niet meer. Zo leuk. Nou, nee, het is niet normaal. Ik wil zeggen bij welk stuk ik ben, maar dan weten mensen het ook al die het niet gezien hebben. Ik denk dat het oprecht mijn nieuwste favoriete serie is. Ja. Het is zo goed, het is zo spannend, het is echt perfect gewoon. Okay. Eerst was het, wat is jouw favoriete serie? Oeh, ik heb er zoveel verschillende gezien met verschillende verhalen. Maar gewoon, zeg maar, romantische actiedingen. Ik vond bijvoorbeeld ook gewoon La Casa en zo heel leuk. Prison Break. Ja. Gewoon, dat zijn een beetje van die beetje jonge series. Outlander vond ik heel romantisch. Oh, dat heb ik niet gezien. Is die leuk? Maar ik heb ook gewoon de Vampire Diaries en alles gezien. Vampire Diaries was mijn nummer 1 favoriete serie. Heb je wel eens gezien op TikTok? Dat... Oh, ik vind Vampire Diaries nog steeds boven deze staan. Ja, okay, maar jij bent bij aflevering 4. Ja, ik dat heb waar. Hem al uitgekeken. Ja. Maar bij Vampire Diaries, dat deed me. Omdat ik wat jonger was toen ik het keek, dat deed echt niet meer mij. Ik vond het zo met... Maar ik wil gewoon een vampier zijn. Ik heb Vampire Diaries 4 keer gezien, hè? Ik 2 keer. Helemaal. Maar hij is eraf, hè? Ja. Ik was zo boos. Ik ben blij dat ik het 2 keer heb gezien. Ja. Ik heb 4 keer gezien. Maar helemaal, gewoon van seizoen 1 tot eind. Ik weet niet wat het was, maar... Gewoon die vampierheid. Ik moest dat zijn. Maar zeg maar die fantasie waar je zo van je meegetrokken wordt. Niet normaal. Echt, oh my god. Het was echt mijn favoriete serie. Dan zeggen heel veel mensen is nep, maar het was zeg maar... Maar ik ben benieuwd dus als ik het nu kijk, hoe ik het dan vind. Want ik heb het voor het laatst 1 of 2 jaar geleden gezien, denk ik. Ja, dan vind je het waarschijnlijk iets kinderachtig of iets nepper eruit zien. Maar het verhaal blijft mooi. Ja. Wie vond je leuker dan, Stefan of... Damon. Damon. Jij was echt een Damon, ja. Jij bent echt Stefan. Nou ja, die Stefan vond ik eerst dus heel erg leuk omdat ze begon met Stefan. Ja, ja, ja. Ik vond Damon zo'n lul. Ja. Maar later heeft Damon het wel een beetje mee mijn hart gestolen ook. Ja. Maar Stefan, ik weet niet, ik heb altijd een zwak voor Stefan. Ja, jij bent net zoals met Gossip Girl, heb je dat nou... Nee, heb ik nog steeds niet gekeken. Zij is echt een Nate, ik ben echt een Chuck. Maar ik weet niet of een Nate is. Maar jij bent, ja, daar ga je... Hoe weet je dat? Chuck is gewoon echt die foute bad boy, net zoals Damon. En nee, het is meer de leuke, liefde, zachtaardige, zorgzame jongen. Ik heb ook wel een beetje bad boy. Ja, maar jij bent toch meer, net zoals, ja, ik weet niet, dat denk ik. Ja, dan. Dat denk ik eigenlijk ook wel. Wie vind jij het leuk? Vind jij die John B. leuk dan? Van Outer Banks? Ja. Die vind ik wel leuk. Maar dat is ook geen foute. Vind je van wel? Nee. Dat is juist een hele lieve jongen. Hij vind ik, ja, maar dat is misschien ook shift in, daar ben ik ook in geshift. Toen ik... 16 was, ging misschien echt voor die bad boys. Ja, dat is waar. En je hebt nu ook een hele lieve jongen. Ja. Ja, nou, stand. John B. vind ik echt het leukst van die jongens, hoor. Ja, maar die andere... Nou ja. Nou, heel veel mensen hebben ook echt een crush op die JJ. Ja, maar die is... Maar hij is daar de bad boy. Ja, maar wel een beetje op een kinderachtige manier. Ja. Hij doet juist een beetje de domme dingen. Ja. Want je denkt, nou, als je dat even niet had gedaan. Ja, hij verpest het ook gewoon vaak. Oh. Dat deze was zo onnodig. Ja, maar alles was onnodig. Maar het was wel gewoon leuk. Ja, ik ga even kijken wat er gevraagd is. Maar waarom wil niemand er wassen? Het is niet normaal. Zo, mijn riem zit ineens straks. Ja, mijn ook. We gaan wel de video afsluiten. Ja, laten we de video afsluiten. We hebben lang genoeg gefilmd. Nou, ik vond het echt heel erg lekker. Ga zo'n cheese pool doen. Moet je hem bijten, niet helemaal door. En dan trekken. Dan heb je cheese pool. Oh, nee. Dit was dus geen cheese pool. Nee. Ik ga het waarom gebeurt het nou? Misschien is het al te hard geworden. Moet jij proberen dan. Nee, maar even serieus. Hoe erg is dit? Nee, man. Jammer. Dit komt gewoon. Oh, onze haar is helemaal lekker vettig nu. Oké, we gaan de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik vond het heel erg lekker. Jij ook? Heel lekker. En heel gezellig. Maar als ik er volgende keer heen zou gaan, dan zou ik wel weer toch andere dingen willen uitproberen. Ja. Wat is iets wat je echt weer wil bestellen? Dan zou ik nog een keer heen gaan.
Zou ik wel die chicken wings en die onion rings met kaas en zo, dat vond ik heel lekker. Maar ik zou van de burger lekker, maar ik zou toch wel een andere burger kiezen. Ja, eentje bent, ga ik gewoon vragen of minder welke de minste hamburgers zijn. Ja. Of in ieder geval de minste hamburgers. Ja, dit zijn er vier. Je hebt gewoon zulke burgers. Ja, dat slaat nergens op. Dat is niet te doen hoor. Nee. Ik vind dat echt niet lekker meer. En die frie vond ik niet eens heel bijzonder. Die zou ik niet nog een keer bestellen. Nee. Want dat heeft gewoon een beetje weinig smaak of zo. Ja. Maar het is wel aan te raden, want ik vind het is wel gewoon lekker eten. Het lijkt nu net of het echt niet lekker nee, is. Nee, maar... misschien zit het ook gewoon te vol. Dat is het. Dan vind ik het allemaal vies ook. Dan moet je er ook niet meer naar kijken. Nee. Nou, als je de video leuk vond, vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet zeker niet op mijn kanaal te abonneren. Support your girl. Klik op die rode knop. En blijf up to date. Notificatiebel. Hoef je nooit een video te missen. Yeah. Abonneer, like en subscribe. Nou, vergeet ook niet te volgen op Instagram. Dat staat hier in beeld. En laat ons weten of je vaker een mukbang wil. Wat voor mukbang, wat we moeten doen. Of wat voor video, whatever. Ja, een beetje inspiratie aan ons geven. Of aan staan. En als je in de... Dan wil ik echt weten of je hier naar de bioscoop bent geweest. Ja, dat wil ik ook wel weten. Of dat leuk is. Want ik heb echt wel zin om naar de bioscoop te gaan. Maar ik wil even een leuke, anders. Goeie. En je kan hier lekker gratis parkeren. Ja. Dat is chill. Ik wil een keer wat anders, wat meer belevenis. Ja, ik dus, ook. Let van us know. Van hier echt zo'n vet grote... Ja. Dat wil je. Of van die love seats. Ja. Waar je heeltje met z'n op zo'n bank zit in plaats van die oude stoel. Ja. Ja. Let us know. Oké, doei.